Vandaag deel 2 in de series De Groot en de Grote Rotterdammers. Vorige week hebben we gekeken naar Martin van Waardenberg. Ik heb met hem afgesproken hier in Café Arie. Op de Martenesselaan. Hey, ver. Oude heerlijk eind. Hey, man. Wat ben je laat, joh. Ja, man. Ik moest de hele dag zijn mens sjouwen. En, Martin van Waardenberg. Martin van Waardenberg. Ja, nou zeg je het goed. Juist. Ja. U kent hem. Vorige week gekeken hebt. Hij is bekend van de film De Marathon. Hij is bekend van Sesamstraat. Hij is bekend van de reclames voor de Praxis. Hij is bekend van de... Gamma. Hè? Twee biertjes. Even op zijn bonnetje. Dat doe je dus weer fout. Nou zeg je weer iets fout. In een hele belangrijke aankondiging. Ja, mijn dank is groot, hè. Eerst even proost, hè. Proost. Voordat je met dat hele diepte-interview van start gaat. Een hele bijzondere vader. Ja, ik had een enorme alcoholist als vader. Die, ja. Die was bij de politie. Ja. En die was spelletjes gek. Dominant aanwezig, ja. Zeg maar. Maar heb je moeder, kon daar goed mee omgaan? Ja. Maar hadden jullie ook een beetje, jouw moeder en jij, een beetje van, laat papa het maar niet weten, want dan... Dus een beetje onder ik zat met mijn moeder wel eens te lullen. En dan, onder één hoedje. En dan zei ze van, hij had dan weer alle flessen door de gootsteen staan spoelen, weet je wel. En dan zei hij, nou Mino drink ik echt helemaal nooit meer hoor. En dan de volgende dag zag ik hem aankomen op zijn fietsje. En dan bleef hij heel lang weg in het keldertje. Dan deed hij er heel lang over om zijn fiets weg te zetten. Ik dacht, dat kan toch niet, je doet toch niet 10 minuten erover om je fiets weg te zetten. En dan ging ik naar de kelder en stonden er alweer 4 flesjes jenever. Ja. Maar lulde je dat dan door aan je moeder? Of, Ja, dan zei ik wel van, nou volgens mij staat er gewoon in de kelder staat weer gewoon een setje. En dan zei ze, ja ik rook het al, dus... Hoe oud is je moeder? 91. Ja. Nee, 90. 90. Ze wordt 91. Ja, 90. En ik ga elke week naar naartoe, maandag. Waar woont ze? In Heusden zit ze in een tuin. In Brabant. Ja. En elke maandag eten we, als het mooi weer is, op het terrasje een koepje ijs. En dan bestel ik zo'n kopje ijs en dan krijg je zo'n lange lepel erbij. En dan zit ik zo'n lepeltje te voeren. Dan krijg je zo'n aardbeidje met slagroom. En zit ze heerlijk op te peuzelen. Ja. En dan maken we een rondje met de rolstoel en zo door Heusden. Maar elke week, als we natuurlijk naar buiten gaan, dan moeten we door die deur met dat codeslot. Oh, ze zit achter de deur? Achter de deur. En dan elke week vertel ik die code. Dus ik zeg, Min, kijk, als je nou dit intikt, ja. 0031 sterretje, en je had een keer eruit. Wat hou je nou? 0031 sterretje. Ja. Dat moet ik onthouden, zegt ze. En ze is er echt na 3 seconden, weet ze echt helemaal niet meer dat ze door een deur geweest is. Nee. Ik heb geen idee. Nee. Maar dat is, hij kent jou nog wel? Nee. Hey Kees, zegt ze dan. Ach. Ik hou dat dan maar zo. Dan ben ik toch een middagje Kees, weet ik ook niet aan. Kijk, dat is de Van Noordwijkstraat. Ja. Dat is die. Ja. En daarachter heb je het winkelcentrumpje. Ja. En in die Van Noordwijkstraat ben je in elkaar geslagen. Daar kreeg je de klap. Waar wonen die gasten? Ja, dat weet ik niet meer zo goed. In ieder geval aan deze kant van de straat. En dan in dat volgende blok. En dan, ze zagen je al van verre aankomen. Want ze hingen dan over dat balkon en dan zagen ze je aankomen. En dan, Maar was jij het enige slachtoffer? Nee, meer apies bij mij uit de flat. Die mochten er ook niet doorheen. Maar ze vroegen geen geld. Kijk, hier woonden veel kinderen. In deze en in deze en in die. Ja. En daar woonden veel kinderen. Ja. En die hadden oorlog. Die twee straten hadden oorlog. Okay. Van Noordwijkstraat. En dit kwam uit op het winkelcentrumtje daar. Dat was een leuk winkelcentrum. Ja. Auto. En deze flats zijn ook opgeknapt volgens mij, want vroeger zaten, kijk, zoals je daar die balkonnetjes hebt, die zaten hier ook aan deze kant. Ja. En volgens mij was het 1 blok verder en daar woonden die 2 teringleiertjes.
En die kwamen dan naar beneden om je even op je bek te slaan. En ze wisten ook hoe je heette? Ja, ze wisten denk ik niet je achternaam, maar ze kenden je. Ja. En je mocht gewoon niet door hun straat. Die straat was van hun. Wow. Dat is wel mooi. Ja, toch. Ging toch niet aan meedoen? Nee, jij niet. Maar, zijn ze, wie zijn ze nou, joh? Ja, ja. Godverdomme, ik ben toch niet van Bastard suiker. Ik sla ze de tyrus. Maar jij kwam met je vriendjes... kwam je de volgende keer? Ja, wij liepen er gewoon doorheen. Maar dan bleven ze binnen. En dan gingen ze zo'n gang vol op die knie, weet je wel, wegwezen. En dan weer huilend naar boven moesten ze dan. Okay. Hoe oud was je toen? 7, 8. Nou, hier, dit was ook altijd bevroren. Ja. En dan kon je lekker zo van die rondjes schaatsen. Ja. Ja. En toen was er een keer was een vrouwtje, weet ik ook nog heel goed. Die had het idee opgevat. Ik ga daar staan met een klein kraampie met, weet ik veel, pannenkoek of zo. Al die kinderen, zij kwam aan, zij installeerde. Al die kinderen naar één kant, toen zijn we met z'n allen door het ijs gezakt. Want het was nog te dun. En toen alles naar één kant ging, ja, ja. Dus dan gingen we er doorheen. Maar ja, het is maar zo diep. Ja. Je hebt op een bepaald moment heb je gezegd van, nou dat is eigenlijk in Overschie, dat ken ik nou wel. Ik ga naar Utrecht. Ja, eigenlijk toen ik 17 was, want toen werd ik op die school... ingelood. Dat ging al door middel van loting. Ja, maar je toen hebt ben toch... ik ook meteen het huis uitgemieterd. Ja, op welke school werd je ingelood? De Academie voor Expressie door Woord en de Gebaar. En nou jij weer. Nou, ik val even stil. Maar hoe komt een kind van 17 op de gedachte... Ik ga me inschrijven in de academie. Eigenlijk door die expressielessen op de middelbare school. Dus ik zat in HAVO 4, HAVO 5. En daar kregen wij die lessen dramatische vorming, heette dat. Ja. En toen dacht ik, dit vind ik leuk. Ik vind dit misschien nog wel leuker als voetballen. Wat zei je vader? Die snapte er helemaal niks van. Oh ja? Nee, want wij hadden hele rare vakken daar natuurlijk. Wij hadden beweging en meme. En dan stond je in een zwarte maillot, stond je dingen te doen. En mijn vader zat gewoon zijn pistool te poetsen thuis, weet je wel. Dus die snapte dat niet. Die zei van, nou ja, je doet maar als ik maar niet hoef te komen kijken. Maar je moeder vond het leuk? Mijn moeder is nog wel eens wezen kijken. Toen zat ik in een of ander drama-stuk. En toen zei ze, ja, als je het echt wil, dan moet je het doen. Maar ik weet niet of ik volgende keer weer kom, zeg. En dan had je hier had je de Schi. En dan liep je dan met je verkering op zondag, liep je zo hier. Een beetje zo naar auto de Schi toe, weet je wel. Heb je veel verkering gehad? Ja, veel verkering gehad, ja. Ja? Ja. Eerste ervaringen hier ook? Ja, ook. Maar dit was allemaal bosjes, dit hele ding. Ja. Dus dit was niet een helling, dit was allemaal begroeide bosjes. Maar dan ging je toch niet wandelen met die verkeering? Ja, dat ging liep je zo hier zo lang. Dan ging je toch niet lopen? Ja, ja. Ja, dan durfde je nog niet zo goed elkaars handje vast te houden, weet je wel. Dus dan liep je een beetje zo naast elkaar. En dan van goh, wat... Wat een geamateur. Ja, geamateur was het. Ja. Ja. Maar ja, dat was die 7. Oh. Ja. Oh. Ik dacht, ja, dan heb je toch geen verkeering? Ik wel. Wat zonde van de tijd allemaal, man. Nou, je had vroeger... Ja. Kijk, nu is dat weg. Maar vroeger hadden al die appartementjes... die hadden een kolenkachel. Dus daarbovenop stonden gewoon schoorstenen. En dan had je gewoon één soort stookkanaal. En dan hadden ze allemaal... we zaten daar kolenkacheltjes op aangesloten. Dan had je op je balkonnetje had je een kolenhok. Dan kwam er een kolenboer met van die... zo'n mut kolen, die hadden van die zwarte capuchons... en die liepen dan zo te sjouwen met die zak kolen. Die stortten dat leeg in dat kolenhok. En dan kon je zelfs een kolenkitje vullen. En dan gooide je kacheltje open en dan gooide je die kolen erin. Ja. En dan was de bedoeling dat dat kacheltje het deed natuurlijk. Ja. Maar je zat op 9 hoog. Ja. Dus daar sloeg die wind, die sloeg dan in die schoorstenen, s'winters. En dan waaide het hard. En dan kreeg mijn vader die kachel niet aan. Vloeken, man. Stond hij te vloeken en te tieren dat teringding niet aanging. Hmm. Toen heeft hij het een keer zo bond gemaakt... Ja. dat toen heeft hij hem helemaal vol met petroleum gegooid. Die stookkachel, kranten erin, hout erin. Toen heeft hij het aangestoken en toen heeft hij de brandweer gebeld. En mijn moeder en ik zaten gewoon
in mijn kamertje opgesloten. Zei hij, gaan jullie maar hier zitten, ik steek die hele teringzooi aan. Toen heeft hij brand gesticht in zijn eigen flatje. Heeft hij de brandweer gebeld, die kwamen. Ja. Die hebben dat geblust. En toen kreeg hij een stookverbod. Dan mocht hij dus. Stookverbod? Stookverbod, ja. Dan kreeg hij een papier van de brandweer dat je niet meer mocht stoken. Dat was gewoon gevaarlijk. Ja, maar... en met dat stookverbod ging hij dan naar, naar de gemeente. Ja, midden in de winter. Ja. Ja, ging hij naar het gemeentehuis en dan sloeg hij met zijn schoen op de tafel. En dan werd dat stookverbod bij de burgemeester. En dan zei hij van, en nou mijn probleem, zei hij. Ja. En toen kregen we een gaskachel. Is hij oud geworden? Nee. Nee, hij is op zijn 56ste, toen was ik 24 volgens mij, is hij overleden. Oh. Hij is verdronken. Verdronken? Ja. Ja. Hij was zich volgens mij een beetje aan het uitsloven. Ze hadden een boottochtje met politiemensen. En dat was ergens in april op de Grevelingen. Ja. En hij was natuurlijk 's morgens om 10:30 hadden ze al een bakkie op, weet je wel. En toen was hij overboord gesprongen om te zwemmen. Maar dat water was natuurlijk ijskoud. En toen was hij ineens waar ze hem kwijt. Dus toen was hij... was hij verdronken, ja. Hij is 2 weken is die zoek geweest. Dus hij zat uiteindelijk in de netten van een vissersboot of zo. Dat zag er natuurlijk allemaal niet zo goed meer uit. Ja. Tragisch. Ja. Heb je wel meer verdriet in je leven gehad? Oh ja, wie niet? Waar ben jij... De ene maakt wel meer mee dan de ander, maar het ligt er ook maar weer aan hoe het allemaal op je inwerkt. En... die Waardenberg, in feite is dat een heel depressieve familie. Dat hangt van zelfmoord aan elkaar allemaal. En, die kunnen het leven niet zo aan, zeg maar. En daar krijg je altijd ook een tikkie van mee. Want ik kan ook wel behoorlijk somber zijn over van alles en nog wat. Oh ja? Ja. Ja. Maar hoe uitzicht dat dan? Word je stil of verdrietig? Of, Nee, het uitzicht er een beetje in dat ik... het allemaal vrij zinloos kan vinden wat er gebeurt. Ik vind het leven niet zo bijzonder eigenlijk. Ja? Ik vind het een grootste tranendal. Ja. Vind je het leuk? Heb je het naar je zin? Bro. Ja, dat moet je wel met jezelf doen, hè? En daar kan je je zwemdiploma halen. Dat is in... OQ. Oh, daar heb ik ooit een reclamespotje op. Ik ben er afgezwommen. Ik heb A, B, C. Oké. Ja. Oké. Allemaal diploma's. Oké. God, dat is inderdaad... En is het een 50 meter bad of een 25 meter bad? Nee, het is van hier tot die fiets. Oké. Nou ja, dat is de HP. Op die hoek. Ja. En daar zitten vrienden van mij zitten buiten. Dus dat is altijd wel weer ding. Oké. Nooit door het rode licht lopen. Zijn die ook zo ordinair als jij? Of, Hey. Hey, dit is wel mooi, hè? Die, ja, is altijd leuk. Ja. Die vrouw van Dijk wel. Ja. Dit is mijn groep. Ik hang hier ook veel, zie je. Dit is al Gerard. Daar hang ik. Dat is wel een goede foto. Vol is vol. Kijk, met Quintus. Camping Pernis hadden toegemaakt. Oh ja. Ja. Is dat lang geleden, dit? Ja, dat is lang geleden. Ja. Gerard. Hey. Ga hier zitten. Gerard, gaat hier zitten, want je krijgt vragen. Je moet vragen beantwoorden. Zit hier hout voor je in? Ik ben geen... Voor wie is dat we weer praten? Ja, we zijn eindelijk weer on speaking terms. Ja. Lang geleden, hè? Dat is boos, hè? Dat is verloren met kaarten. Mm. Is hij altijd boos, hè? Ja. Ja. Okay. Wij zijn bij elkaar. Ja. Zij zijn de vijand. Ja. Sterkte, hè? Ja. Ja. Eerste keer is klaver, hè? Ja, eerste keer is klaver. Eerste keer is klaar. Oh. Ik zit weer met een lampje te kaarten, hoor. Moet je het maken? Oh, de schoppen. Ik pas. Ja, ik speel het weer, hoor. Ja? Ja. Ik kom weer hier. Kom maar uit. Dan ruiten er zo uit. Nou.
is goed. Dat is goed. Dit is goed. Hij is goed. Dit is goed. Nou, dat is allemaal goed. Bedrading, is dat goed? We hebben hier rood. Ja, rood. Zwart. Zwart. Wit. Geel. Grijs. Bruin. Paars. Blauw. Groen. Oranje. Roze. Aarde. Oranje. Roze. Ja. Aarde. Ja, je hebt jarenlang opgetreden met Wilfried de Jong. Dit is aarde. Maar mis je dat niet, dat optreden op de bühne? Nee, want wij zijn eigenlijk heel bewust gestopt. Dat deden wij heel mooi. Wij hadden een heleboel voorstellingen gespeeld en wij speelden heel veel per seizoen. En soms wel twee keer per avond, weet je, dat je echt dacht van nou, poekoe. En wij stonden eigenlijk aan de vooravond van een nieuw programma. En toen kwam ik bij Wil in zijn huis. En ik zei, Wil, zullen we het nog wel doen? En toen zei hij, wil je ermee stoppen? Ik zei, ja, eigenlijk wel, denk ik. En toen trok Wil de ijskast open en toen hebben we allebei... had hij een fles champagne en toen hebben we allebei champagne gedronken. En toen zeiden we houden ermee op. Het is mooi geweest. Ja, dat geluid al nou. Ja. Kijk nou eens of je hem op één kan draaien. Draai hem eens voorzichtig op één. Niet zo ver doordraaien. Nee, je draait veel te ver door. Eén gelijk, de eerste stap is één. Je kunt toch wel een knop op z'n één zetten, man. 12 jaar Waardenberg de Jong. Dikke punt. En nu is het een soort hele rare legende. Van ja, Waardenberg de Jong was zo leuk vroeger allemaal. En dat houden we gewoon zo. En mijn maat speelt, hè. Papee. Oh. Hey, Roem. Leuke tee. 50 Roem. Mensen zijn hier wel nuchter. Ze zijn vrij vierkant, vrij zagrijnig soms. En ik vind dat een ontzettende leuke mentaliteit. Maar waarom hebben Rotterdammers, zoals jij, zo'n pleurishekel aan Amsterdammers dan? Amsterdam is benauwd, weet je. Het is poppenhuizerig. Het is... Het zijn kleine, benauwde grachten, friemeltjes met van die mutsen, paaltjes. En je kan, Rotterdam kan je gewoon van noord naar zuid, kan je met 100 doorheen, vrij hard. En dan ben je in 10 minuten aan de andere kant. Maar Amsterdam is toch een mooie stad? Ja. Nou, ik weet het niet, want ik kom altijd maar tot Schiphol. Dan stijg ik op. Dus ik ben er nog nooit geweest. Maar het schijnt mooi te zijn. Je lul nou niet, maar je hebt er een film opgenomen. Nee, Rotterdam, hè? Nee, marathon heb je ook een deel in Amsterdam. Ja, een heel klein stukje. Ja. Even in die rondvaartboot zijn we even in Amsterdam. Ja. Even aan de gracht met die, met die dingen. Ja, met die priklampjes. En dan zie je die rondvaartboot zie je zo heel benauwd door dat tunneltje gaan met die priklampjes allemaal. En het volgende shot zie je hem vol op de Maas. En dan komt er een containerschip voorbij wat nog 800 keer zo groot is. En dan ben je thuis. Maar ja, dat snap jij niet, want jij bent... Ga dan maar naar die marathon kijken, mensen, dan snap je het wel. Het is ook wel leuk dat Gerard liep echt de marathon. Hoe oud was je toen, Gerard? 50? Mag ik dat? Vind je niet vervelend? Die liep echt de marathon. En die heeft hij uitgelopen. Dat is dan 10 jaar geleden? Ja, 12 jaar geleden. Ja. En toen had hij dat gedaan. En ik had net Lunatic, de eerste film, afgerond. En toen zei Geer, als je nou ooit nog eens een film maakt, moet je hem maken over de marathon. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, ja, zit daar nou wel een verhaal in? En toen zijn we eigenlijk een beetje bij elkaar gaan zitten. En toen dachten we van, af en toe een biertje erbij. Yes. En toen dachten we van, als we nou 4 mannen nemen die dat willen, die marathon willen lopen, die in financiële problemen zitten of wat dan ook. En die gaan zich daar hard voor maken en die gaan trainen en die gaan dat volbrengen. Weet je wel? Hebben we dan niet een mooi Rotterdamse film in handen? Waar werkte jij dan precies voor? Ja, een soort van bedrijf, maar ik heb ook nog in een paar films gespeeld. Zo, netjes. Ja. Nou, echt netjes was het niet hoor. Ik vind het leuk om nieuwe dingen te verzinnen, dus ik ga lekker weer achter mijn computertje zitten en dan denk ik... Oké, scène 1. Nou, ik heb een man, een vrouw en dingen. En dat is de setting een beetje. Wat zeggen ze nou tegen elkaar, weet je? En dan typ ik man, dubbele punt.
Zo joh. Staat er weer niks in de ijskast en dan vrouw, dubbele punt. Nou, je hebt toch geen polio, je kan toch zelf ook wat halen? Nou, en dan krijg ik een dialoog. En, prima. Maar je bent ook wel een beetje een mannetje van... elke dag gaat de zon op en dan zien we verder wel. Nee, ik ben heel gedisciplineerd. Ja, maar ik vroeg ik sta heel vroeg op en dan ga ik achter de computer en dan ga ik schrijven en werken en werken en werken. En om een uur of 6:30 houdt het helemaal op, ga ik een biertje drinken. En dan kan dat uit de hand lopen. Dan kan ik hier wel eens een beetje verstrikt in raken. Maar dan ben ik de volgende ochtend gewoon toch weer om 6:30 ben ik weer op. Hop. Maar heb je geen troef meer? Jawel. Hier? Dus je hebt verzaakt. Nee, wie verzaakt? Hoezo verzaakt? Er zijn 280 punten. Je moet troeven. Je moet troeven? Nee joh, de slag ligt aan mijn maat. Nee, de slag ligt niet aan je maat. Jawel. Ja, maar je moet troeven als je de kleur niet hebt. Ik hoef toch de slag van mijn maat niet te troeven? Ik zit toch niet met een pis Amsterdammer te kaarten? Nou ja, ja. Wij wel. Wat dan? Hou maar op. Ja. Stop de camera's. Stop rolling. Dit is... Ver, je moet troeven. Nou zit je te verzaken en dan krijgen zij alle punten. Ja, bedankt. Ik krijg toch... Bedankt. Even een tieren snel, voordat ze terug... Maar wat is dat nou? Wat heeft dat nou met Amsterdam en Rotterdam te maken, lul? Ik vind het een goede werksfeer, dit. Dit is echt over en uit. Dit is echt de laatste keer dat ik met je gekaart heb. We zitten verdomme bijna pit te spelen. Ja? Als je die laatste troef en je komt terug, dan hebben we een pit. Want ze hebben nog geen slag. Nee. En nou hoef je niet te troeven. Je hoeft niet te troeven. Je moet altijd troeven. Nou, in Amsterdam niet. Ja. Als een slag aan je maar, maat maar, heeft... Maar wat zeg je nou? In? Amsterdam niet. Wat een gezeik, zeg. In Amsterdam niet. Ja. Nou, Amsterdam. Wij gaan naar huis. Ja, ja. Het is einde verhaal. Hey, het was hartstikke leuk, dat hele pis-interview. Ik vond prima. Ja. Ja. Bedankt. Wij gaan eten. Helemaal goed, zwaar bier drinken. Hoi. Als je nou 65 bent, je bent nu 56? 57. Als je nou 65, 67 bent, dan heb je dan... Ik ben lang dood. Ga ik echt niet halen. Veel te ver. Maar heb je niet zo goed voor jezelf gezorgd, of wel? Nee. Nee, dat is ook niet zo interessant. Van, Maar maak je dan nooit zorgen over dat minder gaat worden? Ja. Maar ja, dat heeft niet zoveel zin, want ik leef zo al 30, 40 jaar. En ik maak me al 40 jaar zorgen over dat het minder gaat worden, maar dat wordt het niet. Je vertrouwt op je eigen inventiviteit. Ja, en... Ja, ik vertrouw op mijn eigen inventiviteit en ik vertrouw er ook op dat, dat het wel goed komt. Dus ik kan ook heel goed met heel weinig. Dan haal ik een hond brood en een plakje ham en een fles wijn en dan slaap ik in mijn auto. Dat gaat ook goed. Maar Martin, 96% van onze bevolking zou zich daar zorgen over maken. Ja, totaal niet. Nee, doe ik niet. Nee, ik maak me geen zorgen over dat ik ergens in de goot eindig. En als dat zo is, vind ik dat ook wel weer leuk, eerlijk gezegd. Ja, dat hebben we na, hoe heet dat, om 5:00, dat programma met Max. Daar wordt er zo'n tekeningetje van je gemaakt. En dat krijg je dan zo mee. Nou, ik vond het best aardig gedaan. Hoor je niet? Maar ik zou zeggen, dit is een blinde tekenaar. Dit is meer een oud wijf dat hier zit, joh. Ja. Jij toch niet? Hij zag het zo kennelijk. Ja. Ik denk dat je hem zo moet... zo lijkt hij beter. Zo lijkt hij. Ja.